Vandaag nemen we u mee naar Johan Kind. Een man in de 50, een overvechter en zijn passie is Bollywood. Hoe is Johan bij jou gekomen? Nou, Johan is via, heeft hij gehoord over onze groep toen hij ze een keer komen kijken. En hij vond het zo leuk, omdat we zoveel plezier hebben, dat hij is blijven hangen. Johan, Bollywood is jouw passie. Ik heb Bollywood heb ik leren kennen via films die ik gezien heb. Daarna ben ik bij deze groep terechtgekomen. Ik doe dat gekscheren, noem ik het mijn haren, want ik ben ineens een man tussen zeven vrouwen. Ja. En ik heb het zo erg naar mijn zin. Ik ben zeg maar een beetje de komische noot in de groep. De groep heet niet voor niks Mahamasti. Dat betekent mega veel plezier. Ja. Nou, dat hebben zeker in de groep. Mega veel plezier. Wat betekent Bollywood voor jou? Bollywood betekent voor mij lekker dansen en lekker gewoon bewegen. En echt met gevoel in het muziek zijn. Ja, en dat is echt lekker voor mij, genieten van het moment zelf. Niet afdwazelen met je gedachten zelf. Nee. En voor mij is ook lekker in conditie blijven. Want is toch wel veel meer coördineren met je spieren. Hij is de enige man. Zijn andere mannen ook welkom of houden jullie het bij Johan? Nou, Johan zou zijn harem voor zichzelf willen houden. Maar meerdere mannen zijn welkom. Ja. En word je wel geaccepteerd als enige man? Ik word juist geaccepteerd, want als ik niet ben, dan wordt er gezegd van, hey, we missen er een. Waar is Johan? Ik heb gehoord dat je ook een hoofdrol krijgt in de musical. Ik krijg een van de hoofdrollen, ja. Daarom ben ik ook zo gekleed als inspecteur. Ik ben inspecteur Catchit. En ik krijg een opdracht van de andere hoofdrolspeler. En dan kom ik door de hele show heen als het rode draad. Ja. Hoe vond je het vandaag gaan? Ja, ging vandaag wel goed. We hebben wat stukjes met elkaar gedaan die nog niet iedereen met elkaar gedaan had. En ja, en zo leer je elkaar ook steeds beter kennen. Ik ben deze dansgroep begonnen met het idee dat ik iets voor mijn medemens wilde doen. Plezier geven. Want ik haal plezier uit de Bollywood dans, de Indiaanse Bollywood dans. En ik wilde het ook een beetje meer andere culturen mixen ermee. We waren eigenlijk begonnen met het idee van dansen around the world. En toen dachten we, oké, laten we beginnen. Wel met de mix van een beetje Bollywood pasjes. Dus toen heb ik samen met Aantje bedacht, we gaan dat gewoon choreograferen. En we hebben geen kennis van Chinese dans, we hebben geen kennis van de Arabische dans. We hebben gewoon leuke inspiratie opzoeken op het internet en gewoon, dat past erbij of dat past er niet bij. En gewoon heel goed op de telling letten. Nu ben je bezig met een musical. We hebben een musical opgezet. Het is eigenlijk drie dansscholen bij elkaar. Die samen, omdat ze allemaal apart eigenlijk te weinig leerlingen hebben om een grote show op te zetten, doen we een samenwerking. Om dan iedereen de kans te geven om naast dansen ook iets van acteren te doen. Sommigen gaan zingen en dat doen ze dan live daar. En ervoor zorgen dat iedereen blij wordt ervan. Anju, wat betekent zij voor jou? Zij is mijn docent in principe en zij betekent heel veel voor me, want zonder haar was ik net aan begonnen.